Vanochtend was het iets minder uitbundig feest. Daar was namelijk een viswedstrijd georganiseerd door Discus. En dat is voor de jeugd. Lekker in de grachten vissen en eens even kijken wat je vangt. En Marijke en Dirk die waren daar vanochtend ook. En nou, die maakten deze opname. Ja, want ik zit hier bij de viswedstrijd in Delfzijl. Lekker aan de waterkant in het zonnetje. En ik zit naast... Tim. Tim, hoe heet je van achternaam? Kloeze. Ja, en deze jongeman, hoe oud ben jij? 10. En jij doet mee aan deze viswedstrijd. En wat denk je? Ga jij winnen? Nee. Nee, Tim, tuurlijk ga jij winnen. Waarom niet? Heb jij geen een of andere speciale kracht waarvan jij denkt, deze vis ga ik aan de haak slaan? Waarom nou niet, Tim? Heb jij niet iets stiekem in je vismandje gestopt? Nee. Heb je goede maten bij je? Ja. Ja. En met wie ben jij hier allemaal? Papa, Stan en Cas. Ja, hè, met je vader en je broertjes. Jullie doen met de hele familie mee. En heb je al een beetje gekeken wat de concurrentie is? Concurrentie? Ja. Iedereen die met je meedoet, denk je daar dat jij sterker bent dan hun? Nee. Ook niet? Maar Tim, heb je dan niet goed geoefend? Jawel. Dan ben jij toch sterker? Ja, ik denk dat dat wel goed komt. Ik zou zeggen, goed over het water turen. Kijken of er wat voorbij komt zwemmen. En dan grijp je met je hengel. Ja. Oké? Okay? Ja. Zet hem op, topper. Ja. Kom, we gaan eens even verder kijken bij de kindertjes. Ik zie hier een jonge dame zitten, ook aan de waterkant. Dag, jonge dame. Mag ik even bij jou komen zitten? Nou, dat vind ik gezellig. Want ik zie tussen al die jongens dus ook een leuke jonge dame zitten. Hoe heet jij? Britt Kroon. Britt Kroon. En Britt, hoe oud ben jij? 12. En jij doet ook gewoon gezellig mee aan de viswedstrijd. En heb jij wel een speciale tactiek waardoor jij misschien gaat winnen? Nee, niet echt. Ook niet? Jullie zijn niet helemaal nog goed voorbereid volgens mij. Je moet toch iets speciaals in je viskoffer hebben? Ja. Oh, jouw broertje wel. Die doet ook mee. En wat heeft jouw broertje dan speciaal in de viskoffer? Ik weet niet. Hij heeft al 2 vissen gevangen. Heb jij al 2 vissen gevangen, jongeman? Wat goed. Nou, ik denk dat er dan voor jou ook wel wat in die vijver zit, of niet? Ik hoop het wel. En wat hoop je dat je voor dikke vis vangt? Ik hoop sowieso 1. 1. En denk je dat hier ook wel haaien in zwemmen? Nee, dat niet. Oh, die ga je niet aan de haak slaan. Nee joh, maar het is wel lekker weer heb jij erbij. Heb je wel goed ingesmeerd, meid? Nee. Ook niet? Nou, dan moet... En volgens mij heb jij heel veel publiek bij jou. Ja, dus dan moeten die maar even zonnebrandcrème voor jou gaan halen. Niet verbranden, hè, meid. Goed om jezelf denken. Ja, en ik sta hier naast Discus. Naast de dierenwinkel Discus uit Delfzijl. En ik spreek met... Werner van Duren. Ja, en Werner, jij bent de eigenaar van de winkel, toch? Dat klopt. En jij organiseert al eigenlijk aardig wat jaren deze viswedstrijd. Ja, dit is het 9e jaar. En dat doen we met veel plezier, met veel vrijwilligers die graag meehelpen. En nou ja, je ziet het. Dolle enthousiaste kindjes. Veel vis vandaag, gelukkig. Oh ja, dus heb je wel eens jaren minder vis gehad dan? Ja, dat verschilt echt per jaar. Oh. Dus, maar dit jaar gaat het tot nu toe heel goed. Dus ja. Heeft dat ook te maken met het weer? Denk ik, ja. De diepte van het water, ja, zeg maar. Ja, en ik hoorde dus vandaag 50 kindjes. Is dat gemiddeld? Is dat normaal? Is dat weinig? Is het veel? Nee, dat is wel gemiddeld. Ja, elk jaar wel weer 50 kinderen. En, ja. En het leuke is, want wat ik al toevallig heb gezien en gehoord, dat ze niet allemaal echt per se uit Delfzijl zelf komen. Hè? Ze komen echt overal wel een beetje vandaan. Ja, dorpjes in omliggende dorpen, Appingedam. En ja, dat wordt... Zelfs Spijk zag ik al inderdaad dat kindjes uitkomen. Dus op zich is het elk jaar ook wel een succes dat je het doet. Dat het echt wel, nou ja, wel een beetje wat op afkomt. Nee, absoluut. En dat stimuleert ook elk jaar weer om het te doen. Dus dat iedereen er blij van wordt. En ja. En krijgen de kinderen ook dikke prijzen of kunnen ze die winnen? Ja, elk kind heeft in principe een prijs. Ze mogen sowieso een hengel mee naar huis nemen. Voer en maden en weet ik het wat. En voor de rest krijgen ze allemaal drinken en patatjes straks. En is voor iedereen prijs. Dus, ja, ik hoorde al dat de snacks moesten worden doorgegeven. Ja, dat heb ik even gedaan. Dus die ga ik straks weer ophalen en dan deze kant weer oprezen. En dan ja, is altijd superleuk. Dus en dan, tijdens het patat eten kan de wedstrijdleiding even alles meten en tellen. En, Hey, dankjewel Ben. En heel veel succes nog met de viswedstrijd. Oké. Okay. Hier verzamelen ook ondertussen alle deelnemers van de Vincentsdeel. Want vanaf deze start zullen de deelnemers losgaan door het parcours, door Delfzijl, door de gebouwen heen. Op dit moment hoorde je het geweldige van DSO. Het nummer van Guus Meeuwis. En zij zijn al lekker op pad. We zijn hier bij de opening van de Neptunusbestuur die officieel Pinksteren namens hun gaan openen. Het wordt een speciale editie, want een van de voorzitters treedt af en er wordt weer een nieuw opgevolgd. De burgemeester is erbij en de sfeer zit er ontzettend goed in met dat heerlijke weer.
Hoezee. Hoera! Hoera! En hoe voelt dat nou? Uw laatste? Dat is mijn laatste, ja. Ik zal het gaan missen. Ja, toch wel een beetje met pijn in het hart staat u hier? Ja hoor. Ja, dat snap ik. Maar dit is gewoon het mooiste feest van Elsa. Nou, dat ben ik wel zo. Een klein beetje. Ieder jaar feest van feest. Dat maken we iedere keer. Ja, deze meneer die wordt natuurlijk even de handen geschud door het DSO. En heeft u ook weer van genoten, of niet? Ik heb ervan genoten, ja. En mijn mooiste dag is altijd maandag. En hoe voelt u nou om deze start zo in te gaan? U bent al helemaal up-to-date, gestreken, gewassen en gepoetst, zodat u deze laatste pinnen volle glorie gaat beleven. Ja, train die deze over heeft gestreken. Ja, heeft ze gedaan. Nou, ik zei, ik kan het ook wel doen, maar ze zijn er beter van niet. En volgend jaar bent u er wel gewoon bij? Ja, ik ben er wel vanaf bij. Vanaf de zijlijn. Kunt u dat zich nou voorstellen? Dan sta ik weer in het zand. Ik had me nog vervolgens genomen, maar dat komt wel een jaar gedaan. Dus ik ga weer terug naar zoals het past. En zo meteen doet u direct u dus pilsen? Wij gaan nu even naar Delft. Naar Delft. Dat is een stapeling. En u heeft ook wel alle vertrouwen in uw opvolger? In mijn opvolger? Alle vertrouwen. Ja? Nou, gelukkig. We hebben een goed beoordeel. Hij is meer van de orde terug. Oh jee, maar komt het allemaal goed? Jawel, dat komt wel goed. Hebben die jongen ook nodig? Oh, dat is het. Of had u even een beetje te veel de teugels losgelaten? Nee hoor, helemaal niet. Nee? Dit is het leukste bestuur in Nederland. Oh, nou, dat is fijn. Ja. Hey, wij willen u ook hartelijk bedanken voor alle jaren goede bestuursbezetting van de Neptunusvereniging. Ik zou zeggen, hartelijk dank en geniet van uw laatste pinkje. Dankjewel. Honderd applaus. Ik hoor jullie niet door die zware pas heen. Van harte welkom bij Volle Kracht over de Gracht. Zoals jullie zien is er weer heel hard gewerkt de afgelopen week. Staat iedereen op zijn plek. Marijke die staat nu bij de gracht en daar is van alles te doen. Ja, Melson, we zijn beland bij eigenlijk de nummer 4. En jouw naam is? Kevin. Kevin. Ja. En Kevin, waarom doe jij mee? Nou, ik zat in twijfel, maar gezien het de laatste keer was, dan moet het toch maar een keer gebeuren. Jij dacht dus nu of nooit? Ja, en toen heeft de buurt heeft deze prachtige... En wie heeft deze creatie bedacht? Ja, dat hebben mevrouw en de buren. Oh, en de buren. Ja. En jij moest er maar op. Klopt. En we hebben elk jaar een buurtbarbecue. Dus ja, vandaar het barbecue voorop. Kratjes bier. Dus. Ja, want deze jonge man die staat hier met een prachtig versierde fiets. Ik moet zeggen, wat ik tot nu toe heb gezien, heb jij wel een hele prachtige fiets. Ja, hij heeft twee kratjes bier achterop inderdaad. Dat doet het altijd goed. Zijn fietsmandje is de barbecue geworden. Inderdaad. Dat ziet er ook superleuk uit. Zelfs die is helemaal mooi versierd. En jouw fietshelm heb je gekregen van de vereniging. Het biertje ben jij zelf. Het bruisend biertje met volop schuim. Inderdaad. Dus jij moet ook wel blijven drijven straks? Dat, ik hoop het wel. En ga jij de eerste prijs pakken? Voor snelheid niet. Voor snelheid niet? Nee, ik pleur er zo direct in. Ik weet niet, hè? Het is wel met volle kracht over de gracht. Ja, ik denk in de gracht. Dus hoppakee-deetjes. En nummer 4, dus je hebt nog wel even de kans om het even af te kijken. Inderdaad. Nou, leuk zeg. En heb je er ook veel werk aan gehad of viel het mee? Voor mij viel het wel mee. Maar ja, de dames uit de straat, die waren helemaal los. Ja, en heb jij gisteravond alvast een biertje gehad? Ja, net ook. Ja, dus jij dacht vanochtend oog in oogjes wrijven en hoppakee-deetjes. Ik moet er even afhalen. Even biertje erin. Nou, super jongen. Hartstikke leuk. Ik zou zeggen, heel veel succes en ga ervoor. Nou Melzen, wij gaan even verder kijken. Jij bent Pinkeltje. Jij bent Dixie. Maar waarom heet jij Dixie? Ze zegt altijd dat mijn schedel heeft met je kakken te maken. John, jij moet straks even hier komen en mij vertellen waarom die Pinkeltje heet. Doen jullie voor het eerst mee? Ja, eerste keer. Prima. Ik zou zeggen, ik tel af. Zenuwachtig. Oh nee, ik tel. Ja, zie wel. Kijk, dat was het. Nee, dat klopt. Ik zei dat net ook. Dat, dat moet altijd even in het begin, maar straks heb ik dat helemaal weer door. Ik heb gewoon heel kort termijn. Ja, maar ik had hem van tevoren al gewaarschuwd. Ik zei, ik vergeet altijd even dat dat ook nog moet. Het is natuurlijk hartstikke belangrijk dat de fiets eerst even uit het water is. Dan wil je niet met de bakjes op kleuren.
Nee, maar, hij mag wel steeds in roepen. Ga iedere keer maar schakelen hier naartoe. Ja, ik altijd wel wat te vertellen. Ja. Hebben jullie ook geoefend? Niet. Nee, dat kan ook niet. Hè? Kan niet. Goed, ga ik aftellen. Stukje naar voren, want dat scheelt weer een paar minuten. Of nou ja, een seconde. Maar niet te ver, hè. 3, 2, 1. Go! Gezellig hier op de radio, zeg. Maar bij de gracht is het nog veel gezelliger. Daar is onze eigen Lady Ames Delta. Marijke, vertel eens eventjes. Hoe ziet het er daar nu uit? Nou, inderdaad, Mel, pas op voor die ladies. Want die staan naast die lady met een pistool. Komt-ie? Ja, daar ging ze al. Hoorde je haar knallen met haar pistool? Nou, ongelofelijk. Dat kan ze wel. Want ik sta hier naast de crew en ze heet... Saskia. En Saskia, jij helpt helemaal mee. Jij hoort erbij mee. Volle kracht over de gracht. En jij mag ze vandaag bijna afschieten. Klopt, helemaal. Ja. En vind je dat leuk? Hartstikke leuk. Dat was jouw taak deze ronde. Dat is dit keer mijn taak inderdaad. Een keer wat anders. Hartstikke leuk om te doen. Alleen hoop ik wel dat mijn pistooltje het doet. Want dat is de vraag. Ik zei ook al, je moet passen oppassen voor deze dame. Want ze knalt je er gewoon af wat dat betreft. Hey, vind je het jammer dat het stopt? Hartstikke jammer. Ja, het hoort eigenlijk helemaal bij Pinkston, vind ik. Maar ja. Wie weet, komt er nog een vervolg, komen er nog opvolgers? We gaan het zien. Of iets anders, dat kan natuurlijk ook. Ja. Hoe lang denk je dat lang ze erop kan blijven over de baan? Of in ieder geval, hoe snel gaat hij eroverheen? Ja, ik weet niet wat de vorige keer de snelste tijd was. Geen idee. Ja, maar denk je, binnen 7 seconden moeten ze wel de overkant kunnen halen? Moet toch lukken? Ja, vind ik ook. Ja. En heb je stiekem al de leukste creatie gezien? Of? Oh, de barbecue vond ik heel leuk. Ja, maar was die vet? Die had ik ook even. Nou, die Kevin, die vond ik heel leuk allemaal hoe die dat had allemaal precies. En ja, vind ik ook. Ja, en één ding hè. Het weer is toch fantastisch. Kan niet beter. Heb jij wel eens in de gracht gelegen? Nee, gaan we ook niet doen. Jullie willen niet naar afloop. Oh! Hoppa, daar moet ze weer hoor. Ja, niet te doen. Ja, want dat gaat allemaal niet goed. Ja, deze meid is gevaarlijk. Hey, ja, helemaal goed meid. Dankjewel. Knal ze lekker de baan af. En heel veel plezier bij jullie laatste editie. Nou Melson, ik ga snel weg bij dit gevaar, want anders komt het niet goed. Dit is Rondje Ames Delta. Kijk, Marijke, waar ben jij inmiddels aanbeland? Nou Melson, ik ben niet meer in het centrum. We zijn lekker vandaag op de fiets en het is prachtig weer. Ja, we zitten aan de waterkant en ik ga een beetje vreemd, want ik zit hier bij de roeivereniging. De Hunze. Ja, die zijn uit de stad. Wij zijn van de Hunze. U bent van de Hunze. Ja, we zijn bij de roeivereniging en ja, Neptunus. En ik spreek met? Steven. Steven en ik spreek met? Fred. Fred, nou het is gezellig. En ze hebben een blauwe wit pakje met hun blauwe logo. Nou, ik heb vandaag een witte blouse aan. Het lijkt bijna Melson of ik meedoe vandaag. Maar even, ja, dat kan natuurlijk niet, hè. Want deze heren kunnen dat wel heel goed. Ja, absoluut. Ja, doet u dit al heel wat jaren? Ik heb het vroeger gedaan. Ik heb het nu sinds 2 jaar weer opgepakt. En u gaat zo meteen met volle kracht door deze... Nou, bijna gracht, maar nee, door het Amsterdiep. Ja. Ja? Ja. Gaat u winnen? Wij gaan bij de eerste 3 uitkomen. Ja? Oh, dat weet u nu al? Ja, want er zijn de 3 die meedoen. Ja, dat kan nogal snel. Maar hoort u bij de bovenste of bij de onderste van de 3? Nou, wij hopen bij de bovenste te eindigen. Ja? Ja. Hebt u goed geoefend? Jawel. Ja? Ja? En met hoeveel zit u in de roeiboot? Met 8 roeiers en 1 stuur. En er zat net een dame naast me, hè? Maar zit hij er dan ook bij in? Nee, bij ons niet. Alleen heren klassement doen jullie? Ja, klopt. Ja. Oké, en hoe lang moeten jullie roeien dan straks nog? Het is ruim 2 kilometer, 2,2 kilometer. En ik hoop dat wij het zeker binnen de 10 minuten gaan doen, hè? Ja. Maar dan moeten mensen wel langer onderweg en dat u roeit. Ja, dat klopt. Maar dat is meestal zo met sporten, hè? Ja, dat klopt. En ik begreep ook dat je hier opstapt, maar eigenlijk het startpunt echt iets verderop is. Klopt, ja. Dat ligt dan 2 kilometer verderop. Ja, en dat is dan een beetje je warming-up? Dat is de warming-up, ja. Ja. Dan zijn we er klaar voor. Ja. Kunt u ook vanuit Groningen hier naartoe roeien?
Dat kan, maar dan ben je wel een dagje onderweg. Dat is gewoon een uitje. Dat is een uitje. Dat is dan echt een toertocht. Die gebeurt ook vanuit Hunze. Maar dit is echt een wedstrijd. En op wedstrijden wordt er altijd, variërend van 2 tot maximaal 8 kilometer geroeid. Oh, oké. Ja, dat valt dan. Nou ja, dan is het ook leuker om gewoon eerst hier naartoe te gaan. Met een versnaperingetje, denk ik. Of, nou, is de... Ja, klopt. Dit is een barbecue hierbij. Oh ja, ik dacht eigenlijk ook wat ruik ik, hoor. Maar... En zometeen worden jullie dan aangemoedigd door Koninklijk Wilhelmina, het muziekorkest. Gaan jullie daarmee van start dan? Geen idee. Oh, dat weet u verder ook niet. Ze spelen gewoon voor de gezelligheid. En dan ziet u wel of u van start gaat of niet. En heeft u er zin in? Ik wel. Ja, altijd leuk. Heeft u nog een gouden tip voor mij? Wat je zegt, nou, als ik het zo en zo ga doen, dan knal ik over die Damster Diep. Nee, gewoon technisch goed roeien. Nee. En nee. Nou, Melsen, we gaan terug naar jou. En weet je wat ik hier ook ruik op de roeivereniging? Zonnebrandcrème. Iedereen is volgens mij heel goed ingesmeerd hier. Hallo, hallo, hallo. Nou, we gaan volgens mij voor de laatste keer nog even door naar Marijke. En je kunt wel bezig blijven volgens mij hier in Delfzijl, want er is overal wel iets te doen. Waar zit je nou weer, Marijke? Nou, ik zit hier lekker in het zonnetje bij de roeivereniging. En ik zit met 2 gezellige dames hier aan de tafel. Ik zit met... Anita. En... Alice. Ja, en zij zijn van de roeivereniging... Neptunus. Volledig was die? Koninklijke Zeil en Roeivereniging Neptunus. Ja, en jullie zijn helemaal... jullie worden nu muzikaal ondersteund door ook... inderdaad, wat we net al zeiden, Koninklijk Wilhelmina het orkest. En dat wordt alleen maar gezellig van. Want zometeen komen de eerste boten binnen, toch? Ja, klopt. Met een paar minuten. Ja, dus dat wordt spannend. Want ik zei al, dat kon nog wel. Maar de roeiboten komen zo om de hoek al. En hoeveelste roeiboot is dit? De eerste komt nu zo binnen. De eerste van de wedstrijd. Van de eerste heat. En is dit direct ook de grote kanshebbende of komen er nog mooie exemplaren voorbij? Ik denk dat er hele mooie exemplaren voorbij komen. Want tot hoe laat zitten jullie hier? De eerste heat is nu net gestart. De tweede om 2:30 en de derde om 3:15. Dus tot 4:15 zitten wij hier, denk ik. Ja, en jullie gaan van van hier de roeivereniging naar Delfzijl. Waar gaan jullie dan allemaal langs? Nou, ze komen de eerste, die gaan vanaf de burgemeestershuis. Er zijn 3 boten, die komen daar vandaan. En de rest komt vanaf Gemaal, helemaal over Damster Diep, naar de roeivereniging, naar de loods. Ja. Dus als u nog even een rondje Delfzijl wilt doen, dan is het ook mooi om gewoon langs de Damster Diep even te fietsen. Want dan ziet u genoeg boten voorbij komen. En hoeveel leden doen hier aan mee? Of hoeveel clubs? Nou, we hebben, even kijken, we hebben 59 startnummers. Ja, dus dat is wel enorm mooi. Maar wat hebben jullie ook ontzettend mazzel met het weer. Ja, het is geweldig. Ja, dus die mensen hier allemaal lekker op het terras zitten. Ja, heerlijk. Maar wij zitten in de schaduw, dus ook een heel, heel goed plekje hier. Ja, deze dames zitten aan het water, wel een beetje in de schaduw, anders was het hier ook niet te doen. En waar komen ze allemaal vandaan, de clubs? Uit Groningen, Friesland, Assen, Drenthe, uit het oosten van het land. En waarom hebben jullie de muziekvereniging uitgenodigd? Eigenlijk is dat dat hoort erbij. Gewoon gezellig. En die komen eigenlijk al zolang we deze wedstrijden hebben, komen zij ook, Wilhelmina hier ook al spelen. Dus echt traditie gewoon? Absolute traditie, ja. En jullie hebben nu weer een prachtig clubhuis, hè? Dat is geweldig, ja. Daar hebben we een heel mooi clubhuis mee gekregen. En alle faciliteiten, dat is echt perfect, ja. Dus dat is uiteindelijk helemaal weer goed gekomen, gelukkig. En wat zijn jullie allemaal voor activiteiten verder nog aan het organiseren vandaag of het weekend? Zijn er nog meer dingen aan het doen? Nee, vanmorgen hebben we de jeugdwedstrijden gehad. Vanmiddag dus de andere wedstrijden over de langere afstanden. En dan sluiten we het vanavond als vereniging gezellig af met een etentje hier. Nou, dat klinkt ontzettend gezellig. Dus jullie kunnen zelf ook verder van het Pinksteren genieten. Nou dames, we wachten met spanning de eerste boten af. Dus Melson, ik zou zeggen voor de luisteraars een heel fijn Pinksterweekend nog. En ik denk dat wij daar vandaag samen ook maar gaan op proosten.